Hey, dit is aflevering 2. En zoals je ziet heb ik een aantal dingen veranderd. Uh, bedankt voor jullie tips daarin. In aflevering 1 heb ik al een beetje gezegd uh, wie ik ben. En vandaag wilde ik daar eigenlijk wat dieper op ingaan. En ook vertellen over mijn reis tot nu toe. En hoe ik ben gekomen, waar ik nu sta. Alleen is er iets tussengekomen. En daarom gaat deze aflevering over awards. En daar heb ik gelijk iets leuks bij. Afgelopen dinsdag was namelijk de laatste Award ronde van 2022... bij de Masters of Wedding Photography... En daarmee werd ook de top 10 van de Benelux bekendgemaakt. En wat ook leuk is, is mijn nieuwe intro. Check mij. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Trouwfoto's Vandaan: Alles voor de struitende Trouwfotograaf. Mocht je nou een pakkendere en bijvoorbeeld kortere titel weten, laat dan even weten in de comments. Want ik ga dit natuurlijk niet elke keer zeggen. In deze serie heb ik het over fotografie skills, deel ik mijn ervaring als trouwfotograaf, kijken we naar marketing en heb ik het over mindset. Want de manier waarop je denkt is het allerbelangrijkste. Dat gaat het verschil maken. Laten we beginnen. Ja, 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 uh, leuk die intro. Maar wat nog veel leuker is, is het nieuws wat ik zo ga vertellen. Deze aflevering gaat, zoals ik net al zei, over awards voor trouwfotografie. Uh, welke wedstrijden zijn er? Waarom zou je meedoen? Hoe doe je mee? En hoe win je nou een award? Maar eerst dit. De wedstrijd waar vrijwel elke toptrouwfotograaf aan mee wil doen is de Masters. Dinsdag was de prijsuitreiking voor de top 10 van 2022. Dit was het eerste jaar dat ik volledig meedeed. En nou ja, kijk zelf maar uh, hoe het ging. Dan gaan we naar de achtste plaats. Ik heb Hallo. En Daniel Zeefka. Lekker gedaan. Hallo. Ik heb een schild. Oh, Daniel. Oké. Wat een afsluiting. Gefeliciteerd, Daan. Dankjewel. <laughs> Ik sta in de top 10 van de Masters of Wedding Photography 2022. Gewoon bij de beste 10 trouwfotografen van Nederland, ja, dat is echt gewoon geweldig. Mocht je op Spotify luisteren, uh, ik heb de bekendmaking en mijn reactie gefilmd. Check even op YouTube uh, als je dat wil zien. Ik was trouwens ook van plan om iets te zeggen, maar eigenlijk kon ik alleen maar lachen. En het was ook zo, zo ongelooflijk mooi. Ten eerste, omdat het natuurlijk een fantastische prestatie is om in het eerste jaar dat je volledig meedoet, uh, ja, in de top 10 te komen. Ten tweede, om te weten dat je foto's niet alleen gewaardeerd worden door je bruisvaren, maar dus ook door de topfotografen over heel de wereld. En ten derde, en dat weet je als je me volgt, uh, vorig jaar ben ik begonnen met het stellen van doelen. En een van die doelen was om in de top 10 te komen. En sterker nog, ik had in het boek gelezen dat als je je doel opschrijft, dan uh, versterk je daarmee uh, de energie erachter. En twee dagen voordat we. Uh, Voordat de bekendmaking was, had ik dus echt op een briefje geschreven: Ik sta in de top 10 van de Masters van 2022. En het meest bizarre is dat ik ook nog had opgeschreven op welke plaats en met hoeveel Awards. En ik zal het even in beeld brengen. Dit is, uh, dit is mijn blaadje en het is gewoon precies uitgekomen. Bizarre. Maar goed, uh, terug naar de awards en laat ik dan gelijk even beginnen met uitleggen wat de master of wedding Photography precies inhoudt. Bij de masters is er elk kwartaal een, uh, een ronde om je, om je foto's in te sturen en dat wordt dan ook massaal gedaan. Over het jaar 2022 hebben ruim 250 professionele bruidsfotografen meer dan 8.000 foto's ingestuurd en deze werden beoordeeld door een onafhankelijke jury van uh, internationale topfotografen uh, die komen echt uit heel de wereld. Elke ronde worden er drie uh, fotografen uit, het uit de buitenlandse top gevraagd om te jureren. En uit alle ingezonden foto's maken zij dan een selectie van ongeveer 100 foto's. En is, dan is het zo dat als minimaal twee fotografen jouw foto in hun selectie hebben, dan win je een award. De Masters bestaat nu negen uh, jaar en het is dus de bedoeling om in een jaar zoveel mogelijk awards te winnen. Het gaat dus niet om één foto, maar om alle awards over een heel jij. Het idee daarachter is dat het de fotografen motiveert om heel jij door het beste uit jezelf te halen en de meest mooie plaatjes te schieten. Nou, wil je nou zelf uh, meedoen aan de Masters, dan hangt het van je abonnement af uh, wat je daarvoor betaalt. Uh, mijn doel was om in de top 10 te komen, daarom heb ik ook besloten om het uh, grootste abonnement af te nemen. Hierbe hierbij betaal je een bedrag per jaar. En dan kan je elke ronde 22, 22 foto's insturen. Maar je kan dus ook gratis lid worden. En dan kan je af en toe een ronde meedoen en één of twee foto's insturen. Dat, uh, dan betaal je gewoon per foto een klein bedrag. En dan kan je toch al meedoen. En voor mij ging de eerste ronde van 2022 al super. Ik had net de fotografiecursus van Toemen uh, afgerond. En de eerste bruiloft die ik daarna schoot, daar had ik gelijk al drie awards. En in totaal heb ik die ronde vier awards gewonnen. Dus dat, uh, ja, dat ging helemaal fantastisch. En de eerste. Uh, de eerste bruiloft die ik na die, uh, die fotografiecursus van toen uh, had geschoten, was gelijk al zo anders. Uh, de dingen die ik daar heb geleerd, kon ik gelijk toepassen. En ja, het was gewoon bizar hoeveel meer momenten ik kon, uh, kon fotograferen en goed kon vastleggen. In de twee rondes daarna houdde ik weer twee awards En toen stond ik dus op zes met nog één ronde te gaan. En ik dacht, ja, zes, weet je, ja, leuk. Maar na een gesprek met mijn coach werd het echt wel duidelijk dat de top 10 gewoon echt binnen handbereik was. En ook nog nooit zo dichtbij voor mij. Dus toen ben ik er echt in gaan geloven. En ik dacht van ja, weet je, het is zo dichtbij. Ik, het zou gewoon zo eens kunnen zijn dat ik daar echt in kom. Dus ik heb alle foto's die ik voor de laatste ronde had geselecteerd, heb ik weer eruit gehaald. Opnieuw bewerkt, nog preciezer. En nog kritischer gekeken naar het beeld. Totdat ik ze allemaal in kon, uh, in kon sturen. Waarvan ik echt wist van... Oké, okay, nu heb ik er alles aan gedaan. En, uh, en dan maar hopen. Ja, en de uh, laatste ronde van de Masters is altijd het spannendst. Uh, want dan weet je ook gelijk wie, de, wie er in de top 10 staat. En wie het fotograaf van het jaar wordt. Uh, is geworden. En ik heb de afgelopen drie keer heb ik gezien... Dat het uh, via een Zoom-meeting gaat. Dan uh, start Christian uh, de Groot... Die start dan eerst een... Uh, een praatje, een beetje de interactie met de mensen die via de Zoom-meeting aanwezig zijn. Dan komt er een presentatie met alle foto's. En ja, dan is het gewoon tellen, kijken welke, hoeveel er van jou bij zitten. En ja, toen, die, toen dat begon, heb ik, zag ik in het begin gelijk al een paar foto's van mij uh, uh, voorbij komen. Dus ik begon te tellen en ik kwam dus op tien terecht. In totaal, want toen kwam dit, uh, deze ronde kwamen er gewoon weer vier bij. En dan is natuurlijk de vraag, ja tien, is, is tien genoeg? En in de voorgaande edities uh, deed hij het zo, dan zag je de nummer tien, de naam van de fotograaf en dan ook gelijk het aantal awards erbij. Ja, dat deed hij dit keer niet. Uh, dit keer was het gewoon alleen de naam en hoeveel, die, geen, hoeveel awards hij had, geen idee. En hij begon met nummer tien. Dat was een gedeelde plek. Daar zat ik niet bij. En toen dacht ik: oh jee. Maar toen kwam dus plek nummer 8, was ook gedeeld. En daar hoorde ik gewoon mijn naam. Ik stond gewoon in de top 10. En wat ik op mijn blaadje had geschreven, was ook gewoon precies nummer 8. Dat ik daar zou terechtkomen. Dus dat het zo is uh, ja, dat het zo heeft uitgepakt, dat is echt bizar. Ja, en de top 10 die krijgt ook echt een uh, fysieke award uh, thuisgestuurd. En die komt als het goed is uh, over een maand ongeveer binnen. Dus over een paar weken ga ik voor de deur liggen en dan wacht ik gewoon totdat die bezorger komt. En dan laat ik die award natuurlijk nooit meer los. Uh, wat ook wel grappig is, is uh, om te vertellen hoe ik bij de Masters terecht ben gekomen. Een vriend van mij die zei: uh, toen ik nog helemaal niks met trouwfotografie had, hij zei: Ja, ik ken iemand die ook wel uh, mooie foto's maakt. Uh, hij doet bruiloften. Zijn naam is uh, Asimbari. Zoek hem maar eens op. Nou, dus ik kijk op zijn, uh, op zijn Instagram. Was, uh, ik was meteen verliefd eigenlijk op zijn foto's. Uh, als je naar zijn Insta gaat, moet je wel even terugscrollen, uh, terugscrollen... want hij is een beetje veranderd in stijl. Maar uh, wat ik toen zag, was uh, een beetje een donkere stijl... veel contrast, mooie kleuren... en uh, een fijne combinatie van aanwezig licht met uh, flitsfotografie. Met het gebruik van flitses. En ja, dat wilde ik graag van hem leren. Dus ik heb, uh, ik heb contact met hem opgenomen... En ja, toen ik bij hem in het, uh, op zijn kantoor kwam, toen zag ik uh, allemaal foto's op, aan de muur hangen met, ik denk wel, twintig uh, Madison Awards. Dus ik was helemaal onder de indruk en ik vond het echt geweldig. En hij zei van, ja, dat is leuk, maar dit is de mooiste. En toen liet hij zijn, uh, zijn Awards zien van de top 10 uh, van de Masters. Nou, ik laat hem weer naar huis. Ik, uh, ik had geen idee meer wat hij precies had gezegd. Uh, ik dacht iets met, iets met Master of zo. Dus ik ging het zoeken. Toen kwam ik op de, op de pagina, weet ik nog wel goed, van de Fotomastis-wedstrijd. Ik dacht, oh, misschien is dat hem wel. Dus ik ging kijken en ik dacht, oh, dan moet je vijf foto's insturen. Maar het hoeft niet per se van een bruiloft te zijn. En ja, toen heb ik gewoon meegedaan aan die wedstrijd. Uh, terwijl dat helemaal niet de Masters was. Het was dus een hele andere, het heette Fotomastis, van Fotofair uh, of zo was dat. En nou ja, uiteindelijk heb ik die wedstrijd ook, uh, daar heb ik ook een prijs in gewonnen. Dus ja, dat was niet de bedoeling, maar dat ja, ging uiteindelijk dus ook leuk. En bij die prijs zat een cadeaubon van 1000 euro voor een, uh, voor een grote elektronica winkel. En ik wilde graag een drone, maar mijn vrouw die wilde graag een, uh, een grotere tv. Want we hadden onze huiskamer anders ingericht. En de bank stond nu verder van de tv af, dus ze konden letters niet meer lezen. En ik zei: Ja, dat het is mijn prijs, ik wil een drone. Dus wij naar die elektronica winkel uh, voor een tv. En we hadden dus een, uh, wij hadden dus een tv uitgezocht, samen. En ik ga naar die kassa, staat er zo uh, zo'n mannetje die totaal geen zin had om te werken. En die zei: Oké, okay, nou dat wordt dan uh, 800 euro. Dus ik helemaal blij, ja, ik heb een cadeaubon. En uh, je zag echt zijn gezicht vertrekken. Van, moet ik helemaal die code intypen voor uh, twee tientjes korting? Dus hij dat doen. En hij kijkt en hij zegt, hè? Huh? Oh. Oh. De duizend... Oké. Okay. Nou, dan, dan staat er nog, nog 200 euro op. Ik zeg, nou, dan kom ik de volgende keer nog een keer terug. Nou, wij naar huis. Grote tv uh, aangesloten en geïnstalleerd. Gaan we een serietje kijken. Volgens mij was het, uh, was het Suits toen. Hoor ik naast hem op de bank. Hm, kan hem nog steeds niet lezen. Inmiddels heeft ze een bril en uh, kan ze alles weer perfect lezen. Maar goed, uh, terug naar waar ik was. Uh, ik wist dus nog steeds niet wat de master nou was. Uh, maar Asim die zei toen van uh, zoek nou eerst tien fotografen op waarvan je het werk mooi vindt. En uh, tien fotografen waarvan je het werk niet mooi vindt. Dan kan je een beetje gaan voelen wat jouw stijl. Uh, wat, wat voor stijl jij nou eigenlijk mooi vindt. En zo kwam ik bij, uh, bij Daan Vertuyn terecht. Daan, als je kijkt, je zat bij de eerste tien, hè? Want ik vind je werk fantastisch. Maar, uh, en hij heeft me dus verteld van de, van de Masters. En toen kwam ik dus op die site terecht en zag ik eindelijk dat rode logo. waar ik naar, waar ik naar op zoek was. En wat ik dus in Photoshop heb gedaan, ik heb dat logo uh, gekopieerd. En op mijn foto's geplakt, gewoon om te kijken hoe het stond. En toen dacht ik van, ja, dit wil ik, gewoon, uh, dit wil ik echt hebben, hier ga ik aan meedoen. Daarna dacht ik, ja, ik wil dus wel echt, uh, echt winnen. Dus ik ben gaan meedoen. En de eerste ronde dat ik meedeed, had ik uh, drie foto's ingestuurd. En ik was gewoon teleurgesteld dat ik niet had gewonnen toen bij de uitslag. Maar goed, uh, een paar weken later zie je dan op Facebook de foto's die één stem hebben gehad. Dus dan heeft één fotograaf jouw, jouw foto wel uh, in zijn selectie gehad. En dat kan je dan meenemen als feedback naar de, naar de volgende ronde. En daar zat toch wel één foto van mij bij. Dus ik dacht, oké, okay, okay, hier, uh, hier ga ik toch wat mee doen. In de volgende ronde heb ik dezelfde foto ingestuurd. En toen had ik wel om gelijk mijn eerste Master Award te pakken. Dat was in 2021. En nu een, een jaar later sta ik dus met tien awards in de top 10 van 2022. Ik, denk, ik zeg het nog een keer. Nou, de Masters waar ik dus aan meedoe, is een uh, wedstrijd voor fotografen uit Nederland, België en Luxemburg. Uh, Luxemburg. Er zijn ook andere wedstrijden waar fotografen van heel de wereld aan meedoen. Uh, de bekendste en belangrijkste in mijn ogen zijn uh, Fearless en This is Reportage. En wat ik, ook, wat ik trouwens ook een van de leukste vind, voor, vooral voor beginnende trouwfotografen, is Weddison. Nou, Weddison is een wedstrijd waarbij uh, elke maand awards worden gegeven. Uh, fotografen over heel de wereld zenden in en je kan lid worden voor, ik dacht, 100, 100 dollar... En dan mag je een jaar lang elke maand uh, drie foto's insturen. En meestal rond de vijfde van de volgende maand wordt dan de uitslag bekend en dan krijg je een mail met uh, jouw award winnende foto's. En de eerste keer dat ik uh, meedeed, won ik gelijk een, uh, gelijk een award. Dus ik was daar super trots en uh, heel erg blij mee. En tot nu toe heb ik bijna elke maand wel een, uh, wel een award gewonnen. Na ongeveer twee jaar sta ik op 24 awards. Uh, het is een hele mooie, hele mooie wedstrijd om elke maand aan mee te doen. Vooral in het begin. Je maakt best snel kans op zo'n uh, zo mooi Award-logo op je foto's. Los van welke waarde ik aan de verschillende awards hecht, vind ik het Weddison Red logo wel echt, een, uh... ja, vind ik wel echt heel stoer staan op je foto's. En uh, ja, dat zien je klanten natuurlijk ook. Ik merk wel dat ik zelf meer energie krijg van wedstrijden zoals The uh, zoals Masters, Fearless en, uh, en deze Reportage. En vergelijkbaar met Weddeson zijn bijvoorbeeld Wedwire en Weatherwide. En de top van de wereld die wil echt uh, meedoen of heeft meegedaan aan Fearless. Bij VLS is het uh, belangrijk dat je nieuwe dingen probeert en risico's durft te nemen om de perfecte foto te maken. Extra hard werken voor de, voor de unieke hoek, of, of, uh, of de weersomstandigheden trotseren om de schoonheid van de natuurlijke setting vast te leggen. Of juist met uh, weinig aanwezig licht iets uh, creatiefs schieten, of juist in de felle zon. Ja, dat, uh, dat wordt daar beloond. Uh, creatief zijn wanneer de wereld op meedoet, is natuurlijk een enorme uitdaging. Daarom mag je echt trots zijn als je. Uh, Super trots zijn als je een V-Lesson uh, ooit Bij This Is reportage gaat het puur om de momenten. De regel is eigenlijk alleen insturen als het moment ook gebeurd was zonder dat jij er stond. Niets is in scène gezet. Je hoeft dus geen portret of photoshoot-foto's in te sturen. En first look fotos uh, horen daar ook niet bij. Want ze richten echt op, uh, op de echte spontane momenten. En uh, vooral gericht op de emotie. En wat leuk is aan This Is reportage is dat je elke ronde twee dingen mag insturen. Ten eerste, natuurlijk, je tien losse foto's. En ten tweede, drie stories. Dit zijn uh, 15 tot 20 beelden van één bruiloft. Kijk, één, go één goede foto dat kan nog uh, kan gelukt zijn. Maar als je 15 arbeidwaardige uh, 15 foto's op één bruiloft schiet, ja, dan, uh, dan ben je wel bezig als een baas. En ook hierbij moet de meerderheid van de, van de jury jouw foto goedkeuren. En meestal zijn er bij deze reportage uh, vijf juryleden. En net als bij Veerles komt er uh, op Facebook een berichtje wanneer de awards bekend zijn. En daarin staat dan een link naar de, naar de winnende foto's. En dan is het genieten van alle prachtige foto's en scrollen of je je naam tegenkomt. Verder zijn er nog een tal van andere wedstrijden en er komen ook steeds nieuwe bij. De laatste uh, nieuwe die ik heb gezien was Flashmasters. Bij Flashmasters gaat het juist om de creatieve shots uh, met flitses die je los van de camera gebruikt. En dat is iets wat ik zelf ook leuk vind om te doen. Dus dat is een wedstrijd die ik zeker in de gaten ga houden. Nou, waarom zou je nou meedoen met, uh, met Awards? Nou, toen ik net begon wilde ik gewoon graag de, de erkenning. Ik vind het geweldig om, uh, om een foto van mij te zien winnen. En ook wilde ik graag weten wat nou, wat nou een goede foto is. Hè? En hoe, zien, uh, hoe zien topfotografen dat nou? En door mee te doen leer je, leer je wat wel en wat niet werkt. Het leert je beter fotograferen en nog harder je beste doen op, uh, op de bruidofte die je, die je schiet. En als je in je hoofd hebt dat je de beste wil worden, dan ga je er ook echt harder voor je. Ik merkte in het begin soms, als ik op een bruiloft was, dat ik dacht van... Hmm, dat, dat zou wel eens een mooi shot kunnen zijn. Maar dan deed ik het niet, omdat ik dacht dat het misschien gek was of zo. En er zat altijd een stukje onzekerheid, dat ik dacht van... Nou, het zal wel niks worden, of het lukt toch niet. Maar nu, dat is nu gewoon compleet anders. Ik ben nu enthousiast geworden om wel de tijd te nemen en wel dat shot te maken... En als het niks is, dan is het niks. Maar als het wel wat is, dan is het ook echt wat, weet je. En dan kan het, kan het dus een award zijn. Meedoen met de awards draagt er op die manier dus bij om mezelf te pushen tot, uh, tot unieke shots. En daarmee til je je fotografieniveau ook weer naar een hoger level. Daarnaast werkt het ook goed voor je marketing. Uh, Bruisparen zien uh, zoveel sites van fotografen. En als ze dan vergelijken, dan zoeken ze vertrouwen in, uh, in kwaliteit. En wanneer ze dan zien dat je awards gewonnen hebt, dan geloof ik zeker dat de bruidsparen daar uh, dat vertrouwen in kunnen vinden. Hoe doe je nou mee met, uh, met die wedstrijden? Bij elke wedstrijd is het zo dat je je kan aanmelden en dan betaal je een bedrag per jaar. En dan mag je dus gewoon elke ronde insturen. Wil jij nou ook awards winnen, maar heb je totaal geen idee welke foto's je moet insturen of twijfel je over de bewerking? Check dan even de link in de omschrijving. Uh, via het formulier kan je je foto naar mij insturen en... Sowieso krijgt elke foto die ingezonden wordt van mij persoonlijk feedback. En wat ik ook ga doen is dit. Ik ga vijf foto's uitzoeken die ik samen met jou één op één in een live Zoom meeting ga, uh, ga bewerken. Uh, super leerzaam en hoe mooi zou het zijn als je daarna gewoon gratis weet hoe je awardwaardige foto's kan insturen. En het zou helemaal geweldig zijn als je daarmee ook echt een award gaat winnen. Uh, check dus even de link en het is geldig zolang dat de button op de website staat. Mocht je op Spotify luisteren, dan was dit aflevering 2. Uh, ik zou dan wel even checken op YouTube, want daar gaat deze aflevering verder. We gaan namelijk de 10 foto's waarmee ik in de top 10 van de Masters terecht ben gekomen bespreken. Uh, daarvoor ga ik mijn scherm delen, zodat je kan zien over welke foto het gaat. Heb je tijd, check dan dus even op YouTube. Uh, die link staat ook in de show notes van deze aflevering. En anders tot de volgende keer. Yes, leuk dat je kijkt naar deze video. In deze video gaan we kijken naar de 10 foto's die Master Awards hebben gewonnen in 2022. Dit is de eerste foto. Uh, dit was een prachtige bruiloft. Kijk, voor mij als fotograaf is het mooi als er veel emotie getoond wordt. En nadat ik bij de bruidegom was geweest in de ochtend, ging ik naar de bruid toe, net als de ceremoniemeester. En de ceremoniemeester die kreeg van de bruidegom een brief mee. Uh, die de bruidegom had geschreven voor de bruid. Die mocht ze dan in de ochtend lezen voordat ze elkaar zagen. Super mooi idee natuurlijk. En dat pakte voor mij heerlijk uit. Zij begon te lezen en te huilen. En van dat moment heb ik zoveel mogelijk foto's gemaakt. Met de hoop natuurlijk dat er een mooie tussen zit. Met de brief, de bruid en de traan. En dat was bij deze gelukkig het geval. En het eerste wat altijd opvalt in, bij foto's is de kleur. Als je die weglaat, dan gaan andere zaken als eerste opvallen. Zoals bijvoorbeeld de emotie. Daarom heb ik hem in zwart-wit bewerkt. En het verhaal is dus de bruid en haar, emo en haar emotie bij de brief. En alles wat niet bijdraagt aan dit verhaal heb ik uit de foto gekropt. <coughs> dit was een paar minuten later op dezelfde bruiloft uh, toen de bruid haar uh, jurk aan ging trekken, en bij dit soort momenten wil je echt dichtbij staan en blijven schieten om het perfecte moment te vangen. Het enige lastige is, je weet niet exact wanneer dat moment is. Daarom blijf je gefocust. Misschien is het voor mij als man anders dan wanneer je dit moment als vrouwelijke fotograaf wil vastleggen, want er komt namelijk een moment dat de badjas uitgaat en ook de BH. De meeste bruiden hebben hier totaal geen moeite mee, omdat ze beseffen dat deze foto's juist voor haarzelf zijn. Maar soms is het de moeder van de bruid die het niet prettig vindt. Maar goed, ik ga niet weg tenzij de bruid het echt zelf vraagt. En dan gaan ze dus proberen om zo snel mogelijk de BH jurk wissel te doen. En ja, dat moment is in deze foto mooi vastgelegd en iedereen in de foto doet mee met dit moment. Wil je nou alle tiende foto's zien? Check dan even de omschrijving van deze video. Daarin staat een linkje naar de tien Await foto's. Dan kom je op deze pagina en als je op deze link klikt, dan ga je dus naar de link met alle tiende foto's en de bespreking daarvan. Hoef je verder niet door te scrollen, dit zijn echt alleen de tien foto's. success